Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op maandag 11 oktober 2021 een bezoek gebracht aan de openbare school 2 op Meerzorg. Dit bezoek lag in het kader van de start van het nieuwe schooljaar. De bewindsvrouw noemde OS 2 Meerzorg daarbij een voorbeeld. De schoolleiding is namelijk reeds lang begonnen met onderwijsvernieuwingen zoals het ministerie dat ziet. Minister Levens toonde zich ingenomen met deze aanpak. Mevrouw de schoolleider, u weet niet hoe blij u mijn hart hebt gemaakt. En u gaat in problemen komen, want ik ga u vragen om uw verhaal aan uw collega's uit te leggen. Ik ga u vragen om de assembleeleden uit te leggen. Morgen moet ik in de assemblee praten. En ik heb ze uitgelegd dat ik eigenlijk niet met iets nieuws bezig ben. En dat er al scholen zijn die dat al jaren doen. Maar ze zijn zo onzeker. En als ik hier kom vanmorgen, dan merk ik dat er een school is die eigenlijk al lang doet wat ik nu van alle vraag. Dus u gaat me moeten helpen. Ja. Inspecteur, districtscommissariaat, commissaris, vervanger van de commissaris. Al mijn collega's hier aanwezig. Leerkrachten vooral. Ik heb in mijn toespraak gisteravond, de openingstoespraak, heb ik vooral aandacht gevraagd voor de leerkrachten en de schoolleiders. Omdat als zij er niet zijn, kunnen we geen stap verder. School open, school gesloten, school open, school gesloten. Het was geen makkelijk jaar. En toch zijn we er inderdaad met vallen en opstaan doorheen gekomen. En ik ben blij dat ik hier sta en ik zie een erf. Dus jullie kunnen ze af en toe spelen. Ik ben ook blij dat ik een hele schone school zie. En ik ben blij dat ik kinderen zie die zin hebben om weer naar school te gaan. Jullie moeten me helpen om de kindertjes die niet naar school kunnen vandaag ook een beetje blij te maken. Want weet je, er zijn scholen die tot hier onder water waren. Kijk, tot hier onder water waren. En de muur is kapot. En alle stoelen zijn kapot. En alle schoolborden zijn kapot. En niets is goed gebleven. Die kindertjes zijn er ook. Er zijn ook kindertjes in Suriname die nog nooit naar school zijn gegaan. Gaan jullie me een beetje helpen om die kinderen een beetje te helpen? Dus als ik je vraag, stuur een tekeningetje naar die kinderen, dan gaan we dat doen. Dan gaan we ze uitleggen dat naar school gaan iets prettigs is. Want er staat gewoon geen school in hun dorp. Dus ze kunnen niet eens naar school. Dus wat gaan we doen? We gaan een hut voor ze bouwen. En we gaan met ze. En we gaan beginnen om ook hun naar school te sturen. En met jullie, jullie gaan mee helpen. En dat is de schuld van jullie, schoolleider. Jullie gaan me helpen om te vertellen hoe het moet. Want het gaat heel goed hier. Dus we moeten al die andere kinderen vertellen van, als je je best doet en als je een hele goede schoolleider hebt en als je knappe leerkrachten hebt, allemaal werken ze hard, dan lukt het. Dan lukt het. En dan maken we onze ouders blij,
We maken onze grootouders blij, onze oma's en onze opa's maken we blij. We maken de hele buurt blij. En we maken heel Suriname blij. Want heel Suriname is trots op jullie. Laten we dit schooljaar, het gaat moeilijk zijn. Het gaat moeilijk blijven. Omdat je niet weet wat COVID gaat doen. Dus die onzekerheid, het stoort me een beetje. Dus ik hoop dat we niet meer hoeven te sluiten. Maar ik kan het niet, garanderen. Maar ik vind dat jullie je best hebben gedaan. Dat jullie een heel goed voorbeeld zijn. En ik ga jullie vragen om het te helpen om dat te vertellen aan andere kinderen. Weet je, hier verderop, niet zo ver hier vandaan, als je over de brug gaat en je slaat linksaf, kom je op scholen waar er geen erf is. En kom je op scholen waar er 48 kinderen in een klas zitten. Gelukkig heeft COVID gezegd, nu niet meer. Kan niet, mag niet. Ook voor die kinderen gaan we proberen altijd kleinere klasjes te hebben. Het is toch prettiger als je lang met je juffrouw kan praten. En het is ook prettig voor de juffrouw om heel veel aandacht aan een kleinere groep te kunnen geven. Dus jullie zijn een heel goed voorbeeld. En jullie gaan me echt moeten helpen. Laat me jullie voor dit jaar heel veel succes toewensen. Ik ga terugkomen, mevrouw. Want ik heb die goede energie nodig om door te kunnen gaan. Ik heb het voorbeeld nodig om door te kunnen gaan. En mijn directeur, die weet hoe moeilijk we het hebben op hoofdkantoor. Dus af en toe zoek je een beetje warmte. Bij mensen die het heel goed doen. Als we vandaag terug gaan naar kantoor, dan gaan we proberen. We gaan proberen dat vliegtuig die leerkrachten moeten brengen tot naar de grens met Suriname. Weet je waar de grens van Suriname is in het zuiden? Bijna bij Brazilië. Daar zijn er ook kinderen en die zijn nog niet begonnen. Omdat het vliegtuigje nog niet gevlogen heeft. Dus we gaan, als we straks naar huis gaan, naar kantoor gaan, gaan we alles op alles zetten om die leerkrachten die naar het zuiden moeten, helemaal naar het zuiden bij Brazilië, met de grens, gaan we proberen om ze toch eind van de week of volgende week daar te hebben. Zodat die kindertjes daar ook met school kunnen beginnen. En wat ik van jullie vraag, is denk aan de kindertjes die het niet zo goed hebben als jullie. Jullie zien er zo mooi uit. Allemaal, jullie hebben zeker je boterhammetje meegenomen. Wat heb je op je brood vandaag? Of heb je een lekkere roti van mama gehad? Maar er zijn kindertjes die naar school gaan en niet hebben gegeten. Ook aan die kinderen moeten we denken. En ik ga jullie vragen om zo af en toe een klein tekeningetje te maken en voor die kinderen te sturen die het heel moeilijk hebben. Dat noemen we solidariteit. Dat noemen we denken aan een ander die het iets minder goed heeft. Laat me jullie bedanken, vooral schoolleider en leerkrachten en alle kinderen hier voor het goede voorbeeld. En als ik straks naar de stad ga, ga ik ze vertellen wat ik heb gezien. Ik ga ze vertellen wat ik hier heb gezien. En ik ben helemaal zeker ervan dat het kan. En morgen in DNA ga ik de naam van deze school noemen. Omdat ik met trots kan zeggen, er zijn scholen die het heel goed doen.